Je moet niet, nooit, de onherstelbare fout maken om wel de meest onzinnige, maar niet de meest belangrijke spullen in je zakken met je mee te dragen. Ikzelf bijvoorbeeld heb altijd een perfect geordende passerdoos bij me. Wat moet een technisch tekenaar zonder? Stevast ook een paar bankbiljetten. Wat als je onverwacht op reis moet, terwijl de bank nog gesloten is? Of jou daar plots de toegang wordt ontzegd? En geen zinnig mens kan leven zonder een flinke dosis moed en vertrouwen op zak. Vooral een man als ik met mijn Joodse achtergrond niet. Het is maart 1938. Ik, Frits Stauber, ben dan 31 jaar en hier in Wenen worden, net als elders in Europa, week op week, dag op dag, de luchten onheilspellender, de hemden bruiner, de toekomst grauwer. Sinds enkele dagen is Oostenrijk mijn land niet meer, überhaupt geen land meer, verbeurd, verklaard, provincie van het duizendjarig nachtmerrierijk. Mijn liefje, mijn Leentje, 2 jaar jonger, durft Salomons hooglied alleen nog maar onder de dekens fluisterend te reciteren. Kom, mijn liefste, zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Kom, mijn liefste, laat ons zwerven door de velden. Laat ons overnacht op... Helene, nee. Geen hooglied meer. Wij moeten hier weg. Maar waar zijn de bruinhemden nog niet? Waar zijn nog toekomstbestendige luchten? Baby, vraag niet naar je moeder. Baby, huil maar niet. Moeder heeft haar dagelijks pretje. Papa lief zit bij je bedje. En die zal wel liedjes zingen voor zijn kleine zoon. Mami houdt meer van de banjo en de saxofoon. Mami is dansen, baby, wees maar stil. Mami is naar aan haar 20ste blues. Papi geeft je droge ponnen. Mami's aan het Charlestonnen. Mami gaat met de jongens van de band. Papi blijft thuis bij Ven. Als je thuis komt afternoon, krijg je fijn een cocktailzoen. Papi is dansen, lief kind. Werkloosheid en honger schrijnt. Mami is dansen. Handelindustrie verkwijnt. Mami is dansen. Russen en Chinezen gaan dreigend op Europa aan. Is de grijns reeds de Germaan. Mami is dansen. Die Weense lente van 38 was nog maar nauwelijks begonnen of een ijzingwekkende kilte begon ons langdurig te gijzelen. Nazi's bezochten ons Joden thuis, sloegen de meubels stuk, beroofden ons, lieten ons straten en pleinen schrobben met een tandenborstel. Veel Joden probeerden te vluchten, anderen pleegden zelfmoord, zo'n 200 in 2 weken tijd. Salomons poëzie werd zelfs niet meer gefluisterd. Wenen was een helse oven geworden waar het slecht dansen was voor een jong gehuwd Joods stel. Intussen had een Nederlands bedrijf, Smit & Co. uit Nijmegen,
mij gevraagd hen te helpen bij het ontwikkelen van een regeltransformator. Een nogal technisch verhaal. Zij misten vaardigheden die ik hen kon bieden. De directie van het bedrijf bood mij al gauw een vast contract. Wist ook een werkvergunning te regelen en wij ontvluchten als legale migranten hals over kop ons oude vaderland. Ik had maar weinig in mijn zak. Mijn passerdoos. 25 Nederlandse guldens en een flinke dosis moed en vertrouwen. Op 15 november 1938 worden mijn vrouw en ik net na mijn 32e verjaardag geregistreerd als inwoners van onze nieuwe woonplaats. Frits Tauber en Helene Tauber-Bux, voortaan allebei Nijmegenaar. We zijn veilig. Voorlopig, 18 maanden later, valt dezelfde ijzingwekkende kilte over ons nieuwe land. Nog weer 6 maanden later, Joodse ambtenaren worden ontslagen. Joden hebben geen toegang meer tot cafés en restaurants. Parken zijn verboden, radio's verboden, het openbaar vervoer verboden. Jood zijn verboden. Elke Jood moet zich in haar of zijn woonplaats laten registreren. Dat kost ons 1 gulden per ingeleverd formulier, maar dan krijgen we wel een degelijke Nederlandse kwitantie. Na de oorlog zal iemand opmerken: ja, zo kochten wij ons eigen doodvonnis. De ijver van de bezetter is hard als het graf. Wie nog weg kan, wie dat betalen kan, vertrekt. Duitsland is nu republiek, mami is dansen. Viel van de een in de andere klik, mami is dansen. Europa tot het hend geplukt, we stonden weg uit elkaar gerukt. De volkenbond werd doodgedrukt, mami is dansen. Slaap maar kindje, kindje slaap, mami is dansen. Vader is een grote aap, mami is dansen. Pa weg straks voor het plekje grond, waar in de tijd zijn wieg op stond. Pa wie strok zijn slingert rond, mami is dansen, mami is dansen. Plaats van handeling, Villa Marlier aan de Berlijnse Wannsee. Handeling, een nog geen 2 uur durende vergadering met halverwege een lichte lunch. Datum 20 januari 1942. Aanvang 12 uur stipt. Aanwezig 15 nazi-kopstukken. Voorzitter, de hoogste Gestapo-chef onder Himmler, Reinhard Heydrich. Bijgenaamd de slachter van Praag. Agenda, de definitieve oplossing van het Jodenvraagstuk. Er wordt een degelijk plan gepresenteerd om land voor land, Jood voor Jood, op te jagen, te vangen, af te voeren en Italië, inclusief Jordanië, 58.000, Albanië, 200. Te vermoorden. 40.000, Portugal, 3.000. Roemenië, inclusief Bessarabië, 342.000. Zweden, 8.000. Zwitserland, 18.000. Servië, 10.000. Slowakije, 88.000. Spanje, 6.000. Turkije, Europees deel, 55.000. Hongarije, 742.800. USSR, 5 miljoen. Oekraïne, 2.994.684. Wit-Rusland, exclusief Bialystok, 446.484. Maakt in totaal meer dan 11 miljoen Joden. Klaar. Vraag is niet of er 11 miljoen Joden moeten worden vermoord, maar wel hoe en door wie. Het slachtenvee is weliswaar gebrandmerkt, maar wie zullen de slagers zijn?
Wie verkopen de huiden? Wie verwerkt het slachtafval? De nauwkeurigheid van de totale operatie hoeft geen punctueel mens te doen twijfelen. Bouwmeesters zijn in Oost-Europa al langere tijd bezig met het bouwen van de vernietigingskampen. Ambtenaren zijn reeds drukdoende met de logistiek van een ordentelijk verloop van de massavernietiging. Roostermakers zijn drukdoende met het voorbereiden van de vele noodzakelijke treintransporten. Dit alles om ervoor te zorgen dat in de bezette gebieden geen chaos rond die transporten zal ontstaan. Wij trekken vaak naar vreemde landen en breken tijdelijk alle banden voor de emotie van de reis. Wij weten heel wat te verhalen en kunnen bonte beelden malen van Londen, Rome of Parijs. Maar gaan we rustig vergelijken en alles nuchtertjes bekijken, en zijn we niet door schijn verblind, komen we vaak tot de conclusie: wij zoeken ver naar een illusie die je vlakbij zo dikwijls vindt. Onder de bomen van het plein, daar kun je zo gelukkig zijn. Onder het dak van bladergroen, daarbij het hekje van platsoen. Onder de bomen van het plein, daar ligt een paradijsje klein. En uit het diepst van mijn gemoed zend ik uit verre land mijn groet naar het eigen Koningsplein. Nederlandse gezagsdragers en overheden gaan onder aanvoering van de bezetter voortvarend aan de slag. Juni 1942, het is ons Joden niet langer toegestaan om fietsen te gebruiken en te bezitten. Augustus 1942, hier in Nijmegen, wordt de allereerste razzia gehouden. 15 katholieke Joden worden opgepakt. De meeste van hen zijn alweer snel op vrije voeten. Een incidenteel iemand zal het niet overleven. September 1942. Tijdens de tweede razzia al hier worden 27 Joden, meest mannen die zich niet vrijwillig melden voor de werkkampen, opgepakt. Oktober 1942, tijdens de derde razzia al hier worden 20 Joden opgepakt en afgevoerd naar kamp Westerbork in Drenthe. 16 november 1942. In Arnhem vindt een bijeenkomst plaats van politiecommissarissen uit Apeldoorn, Nijmegen, Rhede, Tiel, Zutphen, Zwolle, Deventer en Hengelo. De agenda van de vergadering wordt vooraf niet bekendgemaakt. Weliswaar is echter inmiddels duidelijk dat op die dag werd opgeroepen tot het houden van grote razzia's in de regio op 17 november, één dag later. De burgemeesters van Ermelo en Borculo, dank, weigeren hun medewerking. 17 november 1942, middag. Het gebouw van de gemeentelijke HBS aan de Kronenburger Singel, hier pal naast, wordt in gereedheid gebracht voor het opvangen van een grote groep Joodse gevangenen. Avond, de straten rondom de school
worden afgezet. Er zouden die middag tijdbommen in het gebied gevallen zijn. Onzin. Onzin. Maar goed, de opgeroepen agenten die dachten fietsen in beslag te moeten nemen, krijgen dan te horen dat ze alle thuis aanwezige Joden tussen 0 en 80 jaar moeten arresteren en overbrengen naar dat gebouw. Verzet voor de agenten, de dienders van de wet, is uitgesloten. Trouwens, de meeste agenten troffen ons Joden al min of meer klaar voor verzet aan. Ja. Wij wisten wat ons boven het hoofd hing. Verzet is onmogelijk. Onderduiken is zowel praktisch als financieel uitgesloten. Vogelvrij zijn we. Zonder vleugels. Wie had er in ons wereldje zo wonderlijk gesteld? Gewoonlijk niet meer last van slechte tijden. Wie had er altijd mazzel en wie had er altijd geld? Van honger nog van koude iets te lijden. Wie zat er breed op plein, fijn in de zonneschijn? En naast hem zat zijn kalle met of zonder slanke lijn. Dat was de Jodeman, die dikke Jodeman. Een pak van 100 daders van de klerenmaker aan. Hoe slecht het ook een ander ging, hij raakte boven Jan. Die uitgekookte, gaar gestookte, vette Jodeman. Sibylla van 23 jaar, Berend Johan 53 jaar, Berend Rothschild Laura 51 jaar. Berend Peter 20 jaar, Bergman Isaac 43 jaar, Bergman Zwartskachel Regina 36 jaar, Bernstein Alexander 40 jaar, Bernstein Schumer Rielke Mindel 37 jaar. Bernstein Eduard 11 jaar. Bernstein Elfriede, 12 jaar. Bernstein Jacob, 13 jaar. Bernstein Jutta, 3 jaar. Bernstein Norbert, 5 jaar. Bernstein Witte, 1 jaar. Bos Herta, 13 jaar. Bos Jacob, 9 jaar. Bos Kraus Irene, 44 jaar. Bromet Therese, 64 jaar. Busnak Bernhard, 11 jaar. Busnak Beer Auguste, 48 jaar. Boetewout Sarah, 66 jaar. Geim Brigitte, 7 jaar. Geim Elfriede, 12 jaar. Geim Julius, 50 jaar. Geim Tannenhaus Esther, 45 jaar. Geim Renate, 14 jaar. Geim Salomon, 44 jaar. Geim Kaan Johannes, 46 jaar. Koen Magita, 67 jaar. Koen Edgar, 37 jaar. Koen Tobias Annelies, 35 jaar. Koen Lina, 50 jaar. Drukker Paul, 41 jaar. Else Elisa, 15 jaar. Elsa Schonde, 28 jaar. Else de Beer, Judith, 49 jaar. Elsbach Salomon, 73 jaar. Elsbach Gottschalk, Elisabeth, 69 jaar. Epten Oudje van 51 jaar. Epten Louise van 18 jaar. Epten Margot van 14 jaar. Epten Salomon van 49 jaar. Epten Hes, Anna van 47 jaar. Van Romoze, 40 jaar. Fleek en Harme, Anna, 53 jaar. Frenkel Hans, 51 jaar. Frenkel Elisabeth, 4 jaar. Frenkel Susanne, 5 jaar. Frenkel Sielbach, Hildegard, 36 jaar. Frenkel Witkosinski, Bianca, 80 jaar. Frenk Alexander, 41 jaar. Frenk David, 40 jaar. Frenk Donald, 6 jaar. Frenk Emiel, 11 jaar. Frenk Hanna, 8 jaar. Frenk Jacob, 30 jaar. Frank Marcus, 64 jaar. 65 namen. Klaar. Het sneeuwt. Angst. Het hagelt. Wantrouwen. Straten zijn onbegaanbaar. Glad van ijzige haat. December 1942, de feestdagen naderen. Helene en ik zitten sinds kort in Amsterdam. Alweer op de vlucht. Teruggaan naar Nijmegen is onmogelijk, voor Joden verboden. We zouden moeten onderduiken, maar schuilen voor de vijand kost handenvol geld. Er zijn Nederlanders die goud aan ons verdienen. Helene en ik waren nog maar enkele weken daarvoor ontslagen uit kamp Westerbork, nadat we daar in die novembernacht, waarover straks meer, ik kan het nou nog niet. Samen met 194 andere Joodse Nijmegenaren uit onze huizen werden gehaald. Frank Mariana, 78 jaar. Frank Mariana, 73. Wij leefden toevallig in dezelfde stad. Kenden elkaar soms van gezicht, maar vaak ook niet. Kenden elkaar soms van naam. Maar vaak ook niet. Wij waren geen Joodse gemeenschap. Wij waren er twee van, zeg 500. Wie
kent er 500 mensen bij naam. Gottlieb Annette, 33 jaar. Gottlieb Isaac, 65 jaar. Gottlieb Susanne, Anna, 59 jaar. Goldschmidt Alfred, 60 jaar. Goldschmidt Nathan, Sabine, 60 jaar. Greudel Eduard, 13 jaar. Hagen Schietje, 73 jaar. Haas Mariana, 70 jaar. Haas Sarah, 78 jaar. Hofman Melanie, 71 jaar. Hofman Sigmund, 17 jaar. Hofman Simon, 15 jaar. Hofman Jeannette, 21 jaar. Hofman Friedman Chané, 43 jaar. Hofman Steudel Susanna, 52 jaar. Huiden van Mariana, 65 jaar. Isaacson Julia, 63 jaar. Isaacson Wilhelmina, 61 jaar. Jong Jacob, de 57 jaar. Jong Heineman Carolina, de 68 jaar. Jong Sarah, de 47 jaar. Kan Frits, 38 jaar. Kan Leo, 31 jaar. Kan Theresa, 31 jaar. Knoer Georgine, 77 jaar. Leeuw Berthe, de 18 jaar. Leeuw Gietje, de 60 jaar. Leeuw Josephine, 13 jaar. Leeuw Philippus, de 75 jaar. Leeuw de Philippus, 9 jaar. Leeuw de Riegel, 43 jaar. Leeuw Bolle Geta, de 44 jaar. Leeuw Vogelina, de 11 jaar. Levi Compart Frederica, 54 jaar. Liefman Hugo, 71 jaar. Liefman Stern Sophie, 49 jaar. Liechtenstein Elisabeth, 23 jaar. Liechtenstein Frank Dina, 66 jaar. Leon Benjamin, 88 jaar. Leon Rosetta, 59 jaar. Leon Sio, 33 jaar. 65 namen. Nu pas. Klaar. Nu pas. Nu pas kan ik vertellen over die avond van de 17e november. Want hoe beschrijf je hartverscheurende taferelen? Misschien is geen enkele taal daartoe in staat. Nooit eerder hoefde ik zoveel ellende te beschrijven. Nooit eerder kon ik Hélène niet langer beschermen. We hadden gasten gehad die nog maar net waren vertrokken en stonden op het punt om naar bed te gaan om in elkaars armen in slaap te vallen. Gebel en gebonk. Aan de deur een van onze gasten, een vriendin van Hélène. Ze fluistert. Op straat zwaar bepakte Joden onder politiebegeleiding. Omstanders beweren dat ze geen sperrstempel hebben, dat ze daarom op transport moeten. Ze worden tot morgen vroeg in het gebouw van de gemeentelijke HBS tegenover het Kronenburgerpark vastgehouden. De Kronenburgersingel zelf schijnt te zijn afgezet. Er zou vanmiddag een tijdbom in het gebied gevallen zijn. Onzin, er vloog de hele dag geen vliegtuig boven de stad. Het spijt me. Sterkte. Ik stel mijn vrouw, zover ik dat kan, gerust. Ik heb weliswaar nog niet zo'n sperre, zo'n vrijstelling van gedwongen deportatie, maar al wel een brief, enzovoort, enzovoort, waarin staat, enzovoort, dat ik er binnenkort, enzovoort, 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 een zal ontvangen, omdat die voor mijn werk, enzovoort, noodzakelijk is. Ik hoor mezelf ratelen. We besluiten naar bed te gaan. Nog geen half uur later opnieuw gebel en gebonk. Plots staan er twee mannen in onze slaapkamer. Een Nederlandse agent knipt het licht aan en naast hem staat een man in burger. Hélène pakt gehaast twee rugzakken die al klaar stonden, zorgde ook nog voor boterhammen. Wij, de mannen, roken een sigaret. Ik heb hen erin aangeboden om hen gunstig te stemmen, om zelf helder te kunnen denken. Ze waarderen het gebaar, maar het helpt niet. De agent zegt dat hij niets te maken heeft met een zogenaamde brief, dat alleen een authentiek stempel op mijn persoonsbewijs ons kan vrijwaren van arrestatie. Zorgvuldig kijkt hij al onze kasten na. Hij streelt de bontmantel van mijn vrouw, die voor haar te zwaar is om mee te nemen. De man in burger brengt ons naar de voordeur. De agent verschijnt even later. Onder zijn wijde jas lijkt hij volumineuzer geworden. Hij neemt de laatste trek van zijn sigaret, drukt deze uit tegen het behang, zegt dat hij het waarderen kan dat wij zo kalm en waardig ons lot aanvaarden. Hij heeft vannacht wel anders meegemaakt. Joden, denk ik cynisch,
zijn al eeuwenlang gewend om lot en last te dragen. Buiten is mist en kilte. We horen later dat de agent de deuren van ons appartement heeft afgesloten en verzegeld en de sleutels in zijn zak heeft gestopt. Verlaten straten. Echo in de voetstappen. De zware rugzakken dragen wij met gekromde rug en verkrampte schouders. De tocht van ons huisadres, Marienburg 70, naar de Kronenburgersingel. Anders een aangename wandeling van hooguit 25 minuten. Valt ons zwaar. Stolzenburg, Renate, 4 jaar. Stolzenburg, Leopold, Elfriede, 31 jaar. Tauber, Frits, 36 jaar. Tauber, Bux, Helene, 34 jaar. Flessing, Ellie, 17 jaar. Flessing, Philippus, 58 jaar. Flessing, Van Buren, Van Rachel, 52 jaar. Voet, Harry, 11 jaar. Voet, Salomon, 42 jaar. Voet, Kool, Rijntje, 42 jaar. Vos, Helene, 65 jaar. Frieste, Aaron, 44 jaar. Frieste, Betje, 13 jaar. Frieste, Jeannette, 7 jaar. Frieste, Lea, 10 jaar. Frieste Sintje, 16 jaar. Fries Engelsman Henriette, de 41 jaar. Wijze de Albertina, 18 jaar. Wijze de Johanna, 20 jaar. Wijze de Kaatje, 21 jaar. Wijze de Simon, 52 jaar. Wijze Koslinksie, Sarah, de 47 jaar. Wiemuller Abraham, 56 jaar. Wolf Gustav, 69 jaar. Wolf Strauf, Julie, 62 jaar. Wolf Mogwa van S.O. Marie, 63 jaar. Wolf Louis, 60 jaar. Wolf Semi, 60 jaar. Wolf Cohen Jette, 53 jaar. Zilversmid Betje, 59 jaar. Zuiden van Benjamin, 14 jaar. 66 namen. Klaar. Maar hebben enkele dwazen nu nog medelijden mee? Men zegt hij kan zich nu niet meer verweren. Let dan eens op, hij woekert nog in botervet en thee. En levert je voor bloedgeld dure kleren. Wie is het die niet zucht? Voor geen gebrek beducht. Steek voor de bus van held elkaar zijn haakneus in de lucht. Dat was de jodenman, die dikke jodenman. Een pak van 100 taders van de klerenmaker aan. Hoe slecht het ook een ander ging, hij raakte boven Jan. Die uitgekookte, gaar gestookte, vette jodenman. Tegen 2 uur 's nachts bereiken we het oude schoolgebouw. De meeste agenten en marechaussées daar, allen Nederlander, gedragen zich voorkomend, maar wat kan ons dat baten? Ook de beul verschijnt in feestgewaad met zijen handschoenen aan en een hoge zijen op zijn hoofd, alsof dat vertoon van etiketten de delinquent het sterven aantrekkelijker en smakelijker maakt. Wachtend op onze registratie komen er nog vele bepakt en bezakt aan. Hele gezinnen. Jonge kinderen, oude van dagen. Nog één keer probeer ik met die brief voor dat stempel. De brief die heb ik gelukkig bij me gestoken bij de politiecommissaris onze vrijheid te bepleiten. En kijk, hij belt met de Gestapo in Arnhem. Zonder succes. Genummerd en geregistreerd worden we naar een leegstaand lokaal gebracht. Nauwelijks licht. De schoolbanken tegen de muur geklapt. Ik kan mijn vrouw niet eens een stoel aanbieden. We zitten ongemakkelijk op onze rugzakken. De eerste die het lokaal komt binnenstrompelen is een goed geklede heer van zekere leeftijd. Hij heeft in zijn beide handen een loodzware koffer. De broodzak bungelend om zijn nek. Nat haar verward geplakt op het voorhoofd. Zweet in straaltjes langs de slapen. In de gang achter hem wachtte een oude dame. Midden 80, misschien zijn moeder.
Ernaast een jongere vrouw, waarschijnlijk zijn vrouw. En twee meisjes, misschien hun dochtertjes, met gezichten bleek van de slaap. Met een teder gebaar maakte hij van de bagage twee zitplaatsen voor de vrouwen. De meisjes nemen bij hen plaats op schoot. Er volgen er meer. Slag op slag komen ze binnen, oude en jonge mensen. Ik herken Rielke, Rielke Schummer en Alexander. Alexander Bernstein met hun vijf jonge kinderen en de pasgeboren baby bij haar op de arm. Agenten slepen hen dekens, manden, tassen en spullen na. Naast mij op de grond gehurkt, een jongen van een jaar of 18. Panische blik in zijn grote donkere ogen. Jij bent toch Filip Mannekedam, denk ik. Maar waar is Jonas, zijn vader? En hoe is het toch met zijn moeder? Die was toch ziek? Ik zeg Filip dat wij dit lot samen dragen en dat we moed moeten blijven houden. Zijn lichaam huivert. Hij snottert. Moeder ligt thuis op sterven. Haar vonden ze het wegslepen niet waard. Wat moet ze nou zonder ons? Tas toe, test de schetels, meet de neuzen, taxeer de beurzen, onderzoek het bloed. Wij knapen van het geslacht der reuzen. Wij maken heel deze duistere wereld goed. De straten vrij, wij zijn de boffen. Wij slaan spontaan de spiegelruiten in. Van ieder die niet op dit ras kan stoffen. Ras is ons doel, dit vol verheven zin. Van je ras, 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 of de hoogste wijsheid was. Van je voort, 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 stomme hoogmoed heeft het woord. Van je sterk, 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 weg met vrijheid, weg met kerk. Van je 1, 2, 3. Als een nachtmerrie. Mensen staan, lopen, alleen. In groepjes, liggen op de grond, op hun bagage. Kalm, bang, trots, terneergeslagen, in elkaar gezakt. Vrienden bij vrienden, kennissen bij kennissen, familie bij familie, enkelingen alleen, ook vannacht, juist vannacht. Naast mij een oud echtpaar. De man, bleek en oververmoeid, zakt in elkaar. Zijn hoofd glijdt langs mijn schouder en dan glijdt hij hulpeloos uitgestrekt op de grond. Een moment van stilte, dan geroezemoes, hulpkreten, een agent gevolgd door een arts. Geen enkel onderzoek. Alleen de mededeling, niks aan de hand, die kan nog steeds op transport. We snakken hier naar adem, ramen kunnen nergens open. Hier zakt iemand in elkaar, daar schreeuwt iemand anders een wanhoop uit. Mensen wennen, worden stiller. Verdwijnen onder een stille deken van onverschilligheid. Dan klinkt op de gang het
tikken van een stok, tastend, behoedzaam. De stok van een blinde. In de deuropening een hoogbejaarde heer ernaast zijn vrouw. Hij talmend, zij hem zacht naar binnen duwend. En daarachter zie ik Achiel Roos, leraar Engels, midden 50, met mevrouw Servos, zijn moeder. Als een uit het nest gevallen vogeljong schreeuw in zijn armen. Ze moet minstens 90 zijn. Klein en licht als een kind. Meer dood dan levend. Machteloze woede. Symfonie der vertwijfeling. Niet te vergeten. Nooit te vergeven. Het is 6:00 in de ochtend. Inmiddels is het 18 november 1942. Niemand heeft geslapen. Het commando voor de aftocht. Hortend en stotend komen ook de laatste aangezet. De waarnemend politiecommissaris schreeuwt met overslaande stem: ik hoop jullie hier nooit meer terug te zien. Buiten aarzelen we, ochtendschemer, een gordijn van mist en motregen, hoge huizen aan weerszijden van de weg als stille getuigen, voor ons het pad der vernedering. Sommige fietsers stappen af, helpen om de zware bagage te dragen. Anderen kijken, verbaasd of onaangedaan of medelijdend. Bij het station aangekomen horen we kreten als hou je taai en tot ziens en klote jood en kop op. Al onze bagage, behalve onze broodzakken, wordt van ons afgenomen en achteloos in een klaarstaande goederenwagon gesmakt. Niet één plek geeft meer illusie van vrijheid dan een spoorwegstation. Cultuur NV, de oude requisie. Eerbied voor het kind, verlepte flauwigheid. Geef ons een jeugd van geestelijke nieten. Die houdt van mitrailleur, vuur bij het ontbijt. Laat ons de ganse wereld infecteren. Gras voor de was en ras als nieuwe god. Die niet van onze soort is, moet kaperen. Hij die geen ras dier is, die moet kapot. En van je ras, of de hoogste wijsheid was. Van je voort, stomme hoogmoed heeft het woord. Van je sterk, weg met vrijheid, weg met kerk. Van je 1, 2, 3... Ik ben Wil Koets, 25, de niet-Joodse verloofde van Elisabeth Lichtenstein. Beb, mijn Beppie. Gisteravond was ik bij haar op bezoek, bij haar en haar moeder, Dina is weduwe. Ik was nog maar net vertrokken of zij kwamen hen halen.
Vanochtend rond het middaguur hoorde ik dat zij in de trein moesten zitten die bij het spoorwegemplacement ter hoogte van de brug bij de Graafseweg Willemsweg klaar stond om te vertrekken naar God weet waar. Nu ren ik langs de wagons, speur als een roofvogel de ramen af, veel onbekende gezichten. Meneer Tauber, Dina en dan mijn Beppie. Door het geopende raam geeft ze me een verfrommeld briefje. Ze kijkt me aan, gebaard dat ik moet lezen. Mijn liefste Wil, net was je weg, kwamen ze ons halen. Twee politieagenten, het is vreselijk. Ik zal doorlopen dan je denken, wees mij trouw. Dat is de grootste steun voor mij op het ogenblik. Lieve jongen, denk veel aan mij en bouw je zaak op tot ik weer bij je terugkom, want komen zal ik al, mos ik kruipen. Ik schrijf je hierbij een massa mensen. Ze zijn alle vannacht opgehaald. Zodra je kan, schrijf me terug. Ik zal je zo gauw mogelijk laten weten waar ik ben. Stuur mij maar van alles. Ik zal nog wel schrijven of het mag. Ik zal sterk zijn. En sterk jij mij nog meer door mij te schrijven. Heel veel kussen en omhelzingen. Vergeet me niet, 1000 kussen. Van Beb. Ik zie hoe vanaf de brug zakken met brood en andere levensmiddelen naar beneden worden gegooid en opgevangen. En dan vertrekt de trein. Natuurlijk vergeet ik je niet, zeg ik tegen inmiddels lege rails. Die gaat naar Westerbork, hoor ik iemand naast me zeggen. En van daaruit rechtstreeks naar Polen, wat ik je brom. Niet, ze zal me schrijven, dat heeft ze beloofd. En inderdaad, op 26 november 1942 zal ze me schrijven vanuit Birkenau, ergens in het geannexeerde Polen. Ik ben goed aangekomen. Arbeiten doen we nog niet, we moeten afwarten. Ruim 2 jaar na nu, in juli 1945, zal het gerucht de ronde doen dat Beppie is gezien in het centrum van de stad. Een wanhopige, verliefde man klampt zich blijkbaar aan ieder denkbaar strohalmpje vast. Ruim 5 jaar na nu zal ik tenslotte een brief ontvangen van het Rode Kruis. Daarin zal mij worden meegedeeld dat op of omstreeks 27 november 1942 Elisabeth Liechtenstein in of in de omgeving van Auschwitz overleed aan de gevolgen van gasverstikking. Grote God. Ik geloof, ik ben niet helemaal in orde. Ik ben met mijn gedachten en niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerbork serenade. Langs de spoorwegbaantje schijnt het zilveren maantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork serenade. Mit eine schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het nooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerbork serenade. Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de hei. Deze Westerbork liebelei. Het is nog steeds 18 november 1942. Avondschemering, alweer een dag ten einde. Ligt de nevel boven de heidegrond van dit moet Drenthe zijn.
Knarsende remmen, openslaande deuren, uitstappen. Een kleine verlaten halte midden op de heide. De conducteur schreeuwt dat we vertraging hebben. Hoe graag zouden Helene en ik nu een eeuwigdurende vertraging hebben? De bagage wordt uit de wagon in de modder gesmakt. De andere reizigers in de trein, met naam en zonder jodensterren, hebben geen weet van welke vracht met hen werd meegevoerd. Hoeveel wanhopige mensen er in diezelfde trein volgens de normale dienstregeling zaten. De trein, inmiddels blijkbaar weer op schema, rijdt langzaam de walmende duisternis tegemoet. Verbaasde gezichten achter de raampjes. Met brandende ogen staar ik hen na. Wat weten zij eigenlijk van ons? Velen van ons zijn te oud en te zwak om die 5 kilometer naar Kamp Westerbork te moeten lopen. De bagage is zelfs voor de sterkste van ons te zwaar. Er wordt onderhandeld met langskomende vrachtwagenchauffeurs, maar niemand voelt ervoor om ons te vervoeren. En dan is er een boer met een platte kar en een paard die de klus wel wil klaren uit menselijkheid. Hij bepaalt zijn prijs, die we ter plekke contant moeten betalen. Bomen verdwijnen in de zwarte nacht. Flarde nevel aan onze voeten vormen een geluiddempend kleed. Koplampen van passerende vrachtauto's belichten alleen onze bange bovenlichamen. De chauffeur van een afremmende auto roept: "Wacht maar, we zetten het hen betaald." Weinig of niets betekent zoiets nog. Een eindeloos lijkend pad. Ernaast een in aanbouw zijnde spoorweg. De nevel wordt dichter en hoger. Alleen hoofden, zichtbaar in zilverwit maanlicht, op en neer dansende hoofden, dansend op de maat van onze passen, verdronken in een melkwitte zee. Dan doemt Kamp Westerbork op. Schellicht, prikkeldraad, wachttorens. Daarbinnen een grote zaal. De eerste Duitse militairen. Fel licht, oorverdovend geschreeuw. Geschuifel van honderden lichamen. Geklepper van schrijfmachines. Onbeschrijfelijke bedrijvigheid. Formulieren, persoonlijke gegevens. Vraag- en antwoordspel. Een stempel en onze handtekening. Persoonsbewijs afgenomen. Stamkaarten en voedselbonnen afgenomen. Ons geld, goud en zilver afgenomen. Een tabakskaart afgenomen. Een andere zaal. Kaalgeknipte mannen, hoofden vol littekens. Wandelende geraamte, mannen en vrouwen gescheiden, telkens in groepen van 10 gescheiden. Ontblote bovenlichamen op hoofd- en schaamluis onderzocht. Iedereen wordt goedgekeurd, ook de hoogbejaarden, ook de mensen met een medische brief. Volgens deze attesten moeten ze al lang dood zijn. Ze zijn zo ziek nog niet, of wij kunnen ze vervoeren. Ze gaan meteen op transport naar Polen. Ik hoor een vrouw voor zich uitmompelen. 3, 2, 0. 3 zonen had ik. 2 ervan in Mauthausen op de vlucht. Neergeschoten. De 3de zoon is onlangs opgepakt. Geen idee waar die is, die jongen. Wij zelf zijn eergisteren gearresteerd. Onze winkel was toen al lang geplunderd.
En toch blijf ik hopen. Welkom in het voorportaal van de hel. Maar toen ging ik naar de sanitair. Die vent zei, er is heus niets aan te doen. Maar je voelt je heel wat stukken beter na het geven van je allereerste zoen. En dat moet je niet doen. Ik zing mijn Westerbork serenade. Langs de spoorwegbaantje schijnt het zilveren maantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork serenade. Mit einer schönen Dame wandelen tezamen zij aan zijde. En mijn hart brandt als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het nooit te pakken bij mijn mami thuis. Ik zing mijn Westerbork serenade. Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de hei. Het is een Westerbork lieve lei. Mijn baas in Nijmegen doet intussen alles om ons vrij te krijgen. Brieven, telegrammen, telefoontjes, alle noodzakelijke contacten. Ik moet zo'n sperstempel, wij moeten hier weg. Mijn onverstoorbare Helene die moed probeert te houden en ik, somber en pessimistisch als ik zijn kan, wij die het bestaan van allesvernietigende haat met eigen ogen hebben aanschouwd, we zullen nu moeten leren om te durven vertrouwen op degene aan wie wij ons lijf, lichaam en leven moeten toevertrouwen. Op vrijdagavond, 20 november, zegt mijn buurman in de slaapzaal van de barak met enige afgunst in zijn stem: ja, ja, morgenavond slaapt u waarschijnlijk in uw eigen huis. Dan moet iemand wel geloven dat ik onmisbaar ben. Ik zelf moet geloven dat ik onmisbaar ben. De volgende ochtend krijgen Helene en ik zowaar een brief waarin staat dat wij staat er werkelijk. Dat wij wegens onmisbaarheid kamp Westerbork mogen verlaten. Plots heeft men onbegrijpelijke haast. Wij moeten hier binnen 2 uur weg zijn. Hoe lang zaten we eigenlijk vast in Westerbork? We zijn dinsdagavond aangekomen. Nu is het zaterdagochtend. In de hel tellen dagen en uren niet. Terug in Nijmegen blijken de kamers van ons appartement nog steeds verzegeld en afgesloten. Helene fluistert achter mij: zet mij als een zegel op uw hart. Als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is. Ze knijpt mijn bovenarmen blauw. De volgende ochtend pas, op zondag, kunnen we op het politiebureau de sleutels komen halen. Een agent schreeuwt het hardop en dramatisch uit zodra hij ons herkent. Sinds dinsdagavond slaap ik niet meer. Wanneer ik naar Westerbork denk en in gedachten daar naartoe ga en me realiseer hoeveel mensen ik heb weggestuurd naar die verdoemde plek, kan ik niet meer eten, niet meer slapen, niet meer drinken. Laat iemand mij neerschieten. Niemand schiet hem neer. Wel krijgen we onze sleutels terug. De kamers van ons appartement zijn nog steeds verduisterd en het is één grote chaos.
De bontmantel van mijn vrouw, een paraplu en mijn regenjas zijn verdwenen. Een agent heeft ons nog een brief meegegeven. Wij moeten ons morgen vroeg, voor het middaguur, melden in Amsterdam voor zo'n simpele stempel. Nijmegen zal dan voorgoed een voor ons verboden woonplaats zijn. Wie zal ons helpen in die verre, vreemde stad? Tot welke engel of duivel moeten we ons nu weer proberen te verhouden? Zou ik werkelijk dagelijks per trein voor mijn werk van Amsterdam naar Nijmegen kunnen reizen? Ik heb immers nu zo'n stempel. Of is het misschien veiliger om onder te duiken? Een onderduikadres kost handenvol geld. Er worden woekerprijzen gevraagd en betaald. Ik heb deze keer niks op zak. Onze beschermengelen, als die al bestaan, mogen geen zichtbare vleugels dragen. Dan zouden ze te veel opvallen bij degene, al degene die ons nog steeds willen vernietigen. Als kakkerlakken. Van de op die avond 196 opgepakte Joden overleven er 4 de oorlog. De doelstelling van de Wannsee-conferentie: 11 miljoen af te slachten Joden, wordt slechts voor de helft bereikt. Dossier gesloten. Zo'n dictatuur hier in dit land weer huis zal houden. Wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen? En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken? De protesteerders zullen die dan ook hun stem verheffen. De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen. Wat weet ik van degene door wie ik omgeven ben? Wat weet ik van degene door wie ik omgeven ben? Wie staat dan juichend langs de kant? En wie grijpt naar een wapen, de goeden en de kwaden, de bokken en de schapen? Wat weet ik trouwens van mezelf? Ik durf niet eens voorspellen of ik dan bereid zal zijn om mij te weer te stellen. Als daar gevangenisstraf op staat, vernedering en pijn, zal ik dan kunnen zwijgen als ik iets niet prijs wil geven? Zal ik dan kunnen sterven als ik graag wil blijven leven? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Om niet laf te zijn. Wie zullen dan de jagers zijn en wie zijn dan de prooien? De bokken en de schapen, de levende en de dooien.